wijrijder van de mooiste klasse van de dames. En wij zien voor de wijrijders uit Tiel, Michelle Lacombe. Nogmaals voor de wijrijders, Celine Bron. Voor FCC Putten, Linti Leunen. De wijrijders, Wendy Bron, Dekker. Thuisbaan FCC Ammersloijen, Anja Jacobs. En voor FCV Geldermalsen, Chelsea Broekmeulen. Succes! Onderweg in de A-finale in de promotie klasse zijn de twee dames uit Fiedelborg mee die vooraan gaan. En dat is denk ik misschien Michelle Lacombe die daar als eerste die bocht doorkomt op een Q-fiets en wordt achtervolgd door die andere dame. En nog een dame, zijn namelijk drie dames uit Tiel die elkaar de wedstrijd zijn. We zien Celine Bron denk ik op die tweede plek. We gaan even zeven van dichtbij bekijken. Ja, inderdaad, Wendy Bron dekken voor die derde plek en pakken daar mooi hun punten mee voor die promotieklasse bij de dames.